altijd zoiets van, ga nou maar gewoon een lekker liedje spelen. In plaats van zo moeilijk doen. Het voelde heel erg als moeilijk doen. Moeilijk doen om het moeilijk doen. Maar later ben ik me wel gaan realiseren dat er ook in, ook juist in die, dat ook een soort van diepgang is. Zoeken naar mogelijkheden. En dat het heel erg lijkt op, bijna op abstracte kunst, jazz. Dat het gewoon te maken heeft met de mogelijkheden van je instrument, van jouw brein, van je creativiteit opzoeken in het moment. En dat is natuurlijk super gaaf eigenlijk. Alleen, ik denk, net als met heel lekker culinair eten, moet je een beetje leren waarderen. Ik luister heel weinig jazz, omdat ik, ja, ik weet niet, ik vind het niet interessant of zo. Het komt niet op mijn pad. Ik vind vooral juist, wat ik zeg, eigen stukken en hoe mensen schrijven. Ik vind juist de grenzen opzoeken heel erg gaaf. Ik kan heel veel leren van andere stijlen. En dan kan ik dat weer meenemen in mijn eigen muziek. Op een gegeven moment ging ik naar de kunstacademie. Toen was ik een jaar of 18 of 19. En ik had heel erg ruzie met mijn ouders. Want die deden altijd mijn management en mijn muzikale begeleiding. Stieren. Mijn vader die deed dan de bandleider. En mijn moeder die deed management. En dat ontplofte op een gegeven moment. En toen dacht ik kap er helemaal mee. Ik ga naar de kunstacademie en ik zoek het allemaal maar uit. Ik ga niet meer zingen, want het is toch niet van mij of zo. En toen kwam ik een vriendin van mij tegen. Haar vriendje die speelde met Ricky de Sire en met Harry Merry. En dat zijn een beetje culthelden in Rotterdam. Nou, echt. Ik wist niet wat me overkwam. Het was echt gewoon iets heel anders. Iemand met een synthesizer. Maar het was niet eens echt een synthesizer. Gewoon een soort van, ja, Harry Merry in een matrozenpak. Zwart haar. En dan drukte die knopjes in met drumcomputertjes in zijn toetsenbord. En ik dacht ook, dat overkomt mij nou. Wat is dit? En ik vond het heel erg tof. Ricky de Sire die kwam op met een Zorro-masker en een cape en ontbloot bovenlijf. En die begon te zingen over dubbele penetratie. Echt dat ik dacht, de tering, wat is er allemaal nog verder eigenlijk? Als je gewoon, ja, een beetje mee kan puberen met de rest, dan was ik misschien nu iets verantwoordelijker of zo. Oh, dus je zit nog steeds in die fase? Ja, het is niet echt dat, maar gewoon weerzin om volwassen te worden, denk ik. Gewoon, laks zijn met bepaalde dingen of zo. Het is niet echt laks zijn, maar gewoon, ja, er zijn hele specifieke dingen waarin ik heel snel volwassen ben geworden. Waardoor er, denk ik, een heel ander vlak is wat van mij nog heel erg kinderachtig is. Dus bijvoorbeeld voor jij kwam moest ik hier echt gekkenhuis opruimen. Want het was gewoon echt een tering zo. Terwijl, hoeveel kerstbomen had je hier liggen? Ja, er staat er nu één. Maar ik kan je vertellen, er lag echt een grasveld aan naalden omheen. Maar dat soort dingen. Er zijn, ik ben nu 25. Dan is het wel echt tijd om eventjes gewoon volwassen te worden. En gewoon je huisje op te ruimen en je rekeningen te betalen en op te nemen als mensen bellen en zo, dat soort dingen. Dus ja, daarom schrijf ik daar heel graag over. Omdat het is een plek waar ik heel erg heimwee naar heb, omdat de verantwoordelijkheden al zo vroeg zo groot waren. En die worden niet minder als je ouder wordt. Ik kan heel goed heel erg blij zijn. En als ik blij ben, dan ben ik ook echt euforisch blij. Maar als ik niet lekker in mijn vel zit, dan is het echt het einde van de wereld. En dan wil ik het liefst nooit meer wakker worden. Dat zijn eigenlijk de twee uitersten. En daartussenin zit niet zo heel veel. Dus ik heb nooit echt een rustige, steady, nou ben ik tevreden vibe of zo. Dus daar komt dat heel erg vandaan. Die teksten, natuurlijk is het fijnste om dingen van je af te schrijven die niet lekker gaan, zo. Ik heb heel lang een dagboek bijgehouden. Ja, ik schreef er alleen in als het slecht ging, niet als het goed ging.
het is niet zo, die dingen blijven ook minder hangen of zo. Als het heel goed gaat en er gebeurt één ding wat even niet lekker is, dan is dat wat blijft hangen. Dus ja, daarom, vandaar denk ik dat de dingen die ik wil verwerken, dat zijn meestal de negatieve dingen. Het schrijven begint altijd achter de piano, dus dan druk ik dingen in. Ik ben heel erg... mijn gehoor is heel erg goed en daardoor is mijn kennis heel erg slecht. Dus ik heb niet heel veel verstand van akkoorden of van... ik lees heel slecht noten, echt heel erg slecht. Dus ik ben altijd aan het zoeken naar klankjes en aan het zoeken naar mooie lijntjes. Ik vind het heel erg leuk de laatste tijd om heel veel met arpeggio's te doen, heel erg veel te doen met riffjes. En dat neem ik dan op. Als ik iets tofs heb gevonden, dan neem ik dat op in Logic. En dan zet ik hem op repeat. Dan zet ik hem op een loopje. En dan ga ik er gewoon dingen overheen proberen te zingen. En dat begint altijd met zonder tekst. En dan het allerlaatst komt altijd de tekst. En dat is altijd het allermoeilijkste, vind ik. Bij The Art of Breathing Underwater wist ik wil iets met die druk. Want ik heb dus vanaf mijn 13e altijd heel erg heavy druk gevoeld. Altijd de klok in mijn nek, omdat ik dacht, ik word steeds ouder. En, ja, maar je bent dan nog zo jong. Ja, maar juist omdat je zo jong bent, voel je dus elke keer, elk jaar voel je dat je een jaar ouder bent en dat er dus dingen moeten gebeuren. Dus je hebt een soort van belofte ding op je rug. En daardoor heb je constant het gevoel dat je er achteraan moet rennen. Tenminste, dat heb ik dan. Dus als ik op mijn 14e al een plaat uitbreng op Verve en ik sta op North Jazz Festival, ja, waar moet ik dan niet zijn als ik 18 ben, weet je wel? Dan moet ik de wereld veroveren. Dus dat heb je constant, dat heb ik in ieder geval erg ervaren, die druk. En ook die druk vanuit ons gezin. Mijn ouders die deden alles voor mij. En mijn broertje die maakte filmpjes voor me. Die maakte foto's. Het hele gezin draaide heel erg om mij en mijn carrière. Ik trok dat op een gegeven moment heel bijna niet meer. En ik heb altijd dat innerlijke gevoel van verdrinken heel erg gehad. En daarom dacht ik wil daar iets mee. Ik wil iets doen met verdrinken. Ook omdat het schijnt de mooiste dood te zijn die er is. En dus ben ik heel veel gaan opzoeken over wat gebeurt er eigenlijk als je verdrinkt. En hoe werkt dat eigenlijk, weet je wel? Blijkbaar gaat je lichaam op een gegeven moment gaat bepaalde verschijnselen tonen. Je schijnt te gaan hallucineren, wat ik heel interessant vind. En dat zijn allemaal mooie kleurtjes en dingetjes voor tekst natuurlijk. Ik was toen heel veel aan het schrijven, want ik had natuurlijk de aanloop van de cd-opnames. Dus ik had de datum gepland en ik had nog niet genoeg liedjes. Dus ik werkte toen elke dag, ging ik dan 2 uur schrijven. En ik vond die pa-da-da-da, pa-da-da, mooi, maar die is er al. Dus die speelt de piano al. Dus toen dacht ik, er moet iets zijn wat er overheen gaat, wat soort van waar iets nieuws, het moet nieuwe info zijn, het moet niet iets zijn wat er al is. Dus, maar ik vond die da, ja, vond ik wel heel mooi. Dus die lijn vond ik wel heel mooi. Dus dacht ik, ja, ik ging maar gewoon met je na 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 na. En uiteindelijk na 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 na. Dat werd hem toen. En toen ben ik die tekst gaan schrijven en ontzettend gaan klooien met online overal gedichten zoeken ook over verdrinken. Bezig zijn met wat is dat? Hoe werkt dat?
Ik ben heel erg dankbaar voor al mijn pieken en dalen. Omdat het me echt, zo'n liedje over verdrinking, daar geloof ik echt in. Ik geloof erin dat je je zo kan voelen. Omdat ik weet dat ik me zo heb gevoeld. Dat gevoel dat je niet meer in de realiteit leeft. En dat je de grootste duisternis ooit voelt. Gewoon het gevoel van verdrinken. Dat het ineens donker wordt en dat je lichaam niks meer kan. Dat bestaat gewoon echt. En dat heeft me heel erg beïnvloed in hoe ik dat liedje heb geschreven. Ik had ook een liedje kunnen schrijven over... Oh, ik heb het zo druk of ik voel me niet zo lekker. Maar het zal wel aan mijn leeftijd liggen of zo, zoiets. Maar ja, voor mij is dat op dat moment waarheid. En hetzelfde geldt voor mijn pieken. Ik ben heel erg blij dat ik juist heel erg vaak in de war ben. En niet echt in de war, want ik ben wel gekkie, maar ik ben niet heel erg gek. Maar gek genoeg in ieder geval om heel erg veel emoties te ervaren en met heel veel drama te leven. En ja, ik zie het maar beter als een kracht dan als een zwakte. Want ja, dan kan ik er niks mee. Als ik me erbij neerleg dat ik gewoon zo ben. En het zie als een soort van cadeautje waardoor ik mooie dingen kan maken. Ja, dan ben ik dichter bij huis dan... Dat ik het ga zien als een soort van last. Ja, ik wil het per se op mijn manier. Anders dan heb ik het idee dat ik doodongelukkig word of zo. En dan is misschien dat drama wat in mij leeft. Dat ik geen niet kan leven met concessies of zo. En misschien omdat ik in het verleden heel vaak concessies heb gedaan. Dat ik gewoon nu heel erg het gevoel heb, ik wil doen wat ik wil in plaats van... Als je 14 bent, dan doe je wat andere mensen vinden dat goed is. Maar hier 9 november 2009, ik gaf alle liedjes, alle ideeën, gaf ik altijd een datum. Zodat ik dan wist wanneer ik ze had geschreven. Dit is 9 november 2009. Dus dat is hoe lang ik hiermee heb zitten struggelen. Of hoe lang ik hem heb laten liggen. Het is gewoon bijna 10 jaar. Oh, dat doet echt pijn. Oh.